maak het surfwereld. En het surfboard is gebouwd uit piepschuim met kunstenaars. Ja. En toen dacht ik, hey, piepschuim is heel makkelijk en goedkoop. En daarna met kunstenaars eroverheen. Ja. Combineren met mijn spuittechnieken. Ja, ja, maar je moet toch ook wel grafische kennis hebben dan? Ja. En dat is... Ja, ik zit al 12 jaar in de grafische reclamewereld. Oh. Wat doe je dan? Grafisch ontwerpen. Grafisch ontwerpen, oh vandaar ja. Dat zijn echt hele mooie dingen. En 20 jaar geleden begon ik graffiti en ja, sindsdien is dat allemaal... Toch wel een beetje graffiti ook? Ja, maar het is gewoon een passie voor letters en kleuren en spraakmussen. Ja. Kan je er iets bij vertellen bij een van die, werkjes hier zo? Deze bijvoorbeeld, wat was je eerste? De eerste? Ja? Die hangt helemaal aan het eind. Ja. Dat is ook piepschuim. Ja. Oh, ja. Piepschuim met kunstenaars. Ja? Het is niet zo... Ja. Het was meer experimenteel en kijken wat er ging gebeuren met dikke en dunne letters, verhoudingen. Ja. En dat heb ik zo laten drogen. Ja. En het is mooi geworden. Hoe heet deze? Is het naam? Ja, het is een cap. Ja. Ja. Het is een spuitbusdopje die ik uitvergroot heb. Ja. Ook uit piepschuim, helemaal gemaakt. Ja. En daarna ook overgoten. Best heel Heel kleurrijk. En om het zo echt mogelijk te maken, heb ik deze plaat gemaakt, die hier uitkomt. Ja. Dan heb je spuitbus verlengd met een rietje, die daar doorheen gestoken. En toen heb ik gespuit met allemaal kleuren. En dat is uiteindelijk dit geworden. Om de benadering van het echt spuitbusdopje zo groot mogelijk te maken. Maar wat heeft het prikkeldraad ermee? Ja, goud prikkeldraad. Ja. Het is een beetje gerelateerd aan de street art en de graffiti. Omdat het toch niet helemaal mag. En ze proberen de mond te snoeren, maar dat kan wel niet. Ja, ja. Ja, leuk. Over naar vormen. Ja. De letters in elkaar laten lopen. Ja. Weer meer vormen, ook om te kijken van, ja, wat kan ik er nu mee? Ja. En toen werden de letters ook minder belangrijk. Letters die staan in Hans W.C. heeft het. Dit moet je wel kunnen lezen. Ja, maar ik heb het juist zo vervormd dat het dat is geworden. Oh ja. Wat staat er eigenlijk? Een O, een N, een C, een E, een 7 en een 2. Wat? 72. Dat gebruik ik vroeger. Ja. Leuk. Maar deze vind ik echt wel het mooiste. Ik vind ook het grappige dat je al die autootjes erop zit. Die horen erbij, neem ik aan. Ja, die heb ik. Ik heb het gemaakt, dat was ik niet tevreden over. Ik heb het 6 maanden laten staan. Ja. En toen dacht ik, hey, ik zag autootjes liggen met Bart Smit voor €1. Ik denk, nou, ik koop het gewoon. Ja. En toen heb ik het. Ja, het is heel mooi geworden uiteindelijk. Ja. En je hebt er standaardjes onder staan. Ja, het zijn eigenlijk sculptures die moeten staan. Oh, is het live? Ja, het is experimenteel. Het is ook een van de eerdere. Ja. Je kan zien dat het inwerkt op het plastic. Ja, want hier heb ik andere soort chemicaliën gebruikt. Ja. Kunstharts. En die ging dan inwerken. Ja. Dus toen was ik niet tevreden over, heb ik me laten staan in mijn werkplaats een jaar. En daarom was ik nog zo vies. Ja. Maar heb ik expres zo gelaten. Op een wit canvas doekje gemonteerd. Leuk. Thuis komt het. Dankjewel. Ik heb nog bugs. Ja. Nu, ja, op doek dan. Ja, op doek. Ja. Maar je bent ook begonnen op de muur. Ja. En wanneer ben je er toe gekomen om dat ook inderdaad als kunst te gaan doen? Ja, doordat ik altijd al aan het tekenen was. En op een gegeven moment ga je dan iets anders proberen op doek. Ja. Dus ja, zo. Ja. Wat is je favoriete werk? Hier zo? Hier, ja. Denk hoor. Ja. Dit is natuurlijk heel anders qua samenstelling. Tien oud, oh ja. Nu doe ik veel met tekeningen die aan de vloer komen. Ja, dat is wel natuurlijk. Ja. Dus, ongeveer 5 jaar oud. Dit is weer nieuw. Dus dat is weer veel met viltstiften. Ja. Spuitbussen. Ja. Viltstiften. Mooi. Ja.